Als je droomt over een profdebuut, dan droom je denk ik niet over een zaterdagmiddag in een leeg stadion in Os. Aan de andere kant, het blijft mooi om te debuteren. Ja, zeker. Ja, je droomt er natuurlijk als kleine jongen al van om het profvoetbal te halen. Nou, tenminste ik dan. En ja, als het dan, ook al is het in een leeg stadion, als het dan kan gebeuren, is het natuurlijk heel mooi. Ja, voelde je aankomen dat je je eerste minuten zou gaan maken? Vandaag was het wel een grotere kans dan normaal. Omdat Ahmed Morera natuurlijk op de linkerkant moest spelen. En dat is natuurlijk een minder aanvaller, minder op de bank. En dan zie je de kans wat groter dat je mag invallen. Ja, en dan val je in. En dan kun je het debuut heel bijzonder maken door bijna gewoon je eerste goal te maken. Ja, dat mocht helaas niet zo zijn. Kan je vertellen wat er gebeurde? Ja, ik kreeg een bal vanaf de zijkant van Elias. En die bal was net een beetje achter me, dus ik moest hem soort van met een hakje moest ik hem nog proberen op goal te krijgen. En ik kreeg hem wel op goal, alleen niet goed genoeg zodat hij erin ging. Nee, dan staat er geen doelpunt, maar een gele kaart achter je naam op het wedstrijdformulier. Dat is dan weer minder. Ja, ik probeerde echt de bal te raken en voor mijn gevoel raakte ik ook de bal. Voor mij, zeg maar, in mijn inzicht was het geen gele kaart. Maar ja, soms ziet de scheids het anders. Ja, verpest niet je debuut, toch? Nee, zeker niet. Nee. Kan je, hoe lang speel je al bij Excelsior? Dit is mijn 7e jaar. Ik zit al vanaf dat ik 12 ben. Oké, okay. En wanneer had je het gevoel van, ik zou best wel eens richting het eerste kunnen gaan? Ik had in het begin zat ik best vaak op de bank. En zeg maar sinds de onder 17 begonnen mijn goede jaren, zeg maar. En wat voor soort speler ben jij? Ja, ik ben een spits. Ik ben best wel onvoorspelbaar. Ik kan zomaar ineens voor het goal staan en ik vind dat ik best makkelijk kan scoren. Ja, en nou weet je wat er gebeurt met jongens die debuteren? Die moeten gebak meenemen? Ja, klopt. En nou hoor ik dat je ook nog jarig bent morgen. Ja, morgen ja. Dus dat wordt dubbel trakteren. Heb je al over nagedacht wat je voor gebak gaat meenemen? Nee, dat bespreek ik met mijn moeder. Even kijken. Hey, en wat is jouw doel nu voor de rest van dit seizoen? Ik hoop dat ik sowieso bij het eerste mag blijven. En dan misschien wel naar meer minuten. En dan hopen om mijn eerste goal zo snel mogelijk. En als het even kan in een vol stadion. Ja, dat zou helemaal geweldig zijn.